Hartelijk welkom en dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. Aan tafel is aangeschoven Simone de Boer. Simone, vanaf 30 oktober aanstaande staat Tiel weer een maand lang in het teken van jazz. Vertel. Ja, nou, zoals elk jaar zitten we weer een maand Jazzy Tiel te organiseren. Inmiddels is het de 11e editie. En ja, deze editie is wel een hele bijzondere, want wij hebben eerder dit jaar onze oprichter en voorzitter van Jazzy Tiel verloren. Die is plotseling overleden. Dus ja, dit is wel een beetje een bijzondere, rare editie met een zwart randje. Maar ja, we hebben gewoon ons best gedaan om gewoon weer het helemaal goed en zoals het altijd is te maken, in de geest van. En ja, we hebben weer de nacht van Jazzy Tiel. We hebben dat voor de tweede keer nu, want vorig jaar was dat de eerste keer, omdat wij voorheen hadden we de nachtclub. En ja, na 10 jaar hadden we de nachtclub wel zoiets van, nou, misschien wordt het tijd voor iets nieuws. We bestaan 10 jaar, laten we dat nu eens anders aanpakken. En de nacht van Jazzy Tiel, dat betekent dat er in de Schouwburg Agnitov, op diverse podia in de verschillende hoeken van de Agnitov, diverse bandjes optreden. Met een hapje en een drankje. Mensen kunnen lekker rondlopen. Mensen kunnen gewoon naar de muziek luisteren. Als ze dat niet willen, kunnen ze even lekker ergens gaan zitten om te kletsen. Ja, dat was toch wat meer dynamischer dan in zo'n nachtclub aan een tafeltje zitten. Alhoewel het ook wel heel erg leuk was, vond ik altijd. Mm-hmm. Ja, dan is het tijd voor iets anders. En we hebben nu weer een heel mooi programma neergezet, denk ik. Maar dan moet het publiek maar oordelen. Die moet dan maar gewoon lekker allemaal komen. Als hoofdteken hebben we Gare du Nord. Dat is een hele bekende lounge jazzy band. We hebben Brut, die begint al redelijk bekend te worden. Die speelt heel vaak ook in De Wereld Draait Door en zo. Ja, we hebben Broken Brass Ensemble. Dat is een soort brass band, maar dan met moderne invloeden zoals hip-hop en R&B. Dus dat is wel een mix. Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Ja. Ja, ik onderbreek je eventjes in het mooie verhaal, want je bent zo enthousiast erover. En het is natuurlijk een bijzondere editie. Ja. Om even terug te kijken hoe het altijd was, hebben we wat beelden van andere jaren. Oké. Wat is jazz? Ik zocht het maar eens op. Ik googelde het internet, de eerste hit voorop. En dat was Wikipedia en daar werd mij bekend. In principe is jazz de muziek van het moment. Muziek van het moment. Wat is dat eigenlijk? Toen ik het ging googelen, werd het wat pijnlijk. De eerste hit die Google vertoonde was René Froger met This is the Moment. Natuurlijk, daar kan Google zelf ook niet veel aan helpen. Het is maar een computer die volkomen oversteld wordt met tonnen informatie aan datastreams en bytes. Ik snap het wel dat Google soms je vraag niet goed begrijpt. Want René Froger, het is een aardige gozer. Hij is ook vast heel lief voor zijn opa en oma, voor minder bedeelden en woonwagenbewoners. Maar dat is niet waar jazz om gaat. Jazz gaat om de noodzaak. De noten spelen die je moet. Hij staat niet op papier, maar desondanks toch voelt hij goed. Jazz gaat om het ritme en het wisselen daarvan. Drummen in een maat die er eigenlijk niet kan. Jazz is een bevlieging van een ongekend talent. Misschien dat dat bedoeld werd met muziek van het moment. De oude trouwe meester van de jazz, die zei het zo. Man, if you have to ask what jazz is, you'll never know. Dank u wel. I tell you, carry many weirdos around. In my hand sits the junkie making some funky sounds. In my nymphos, house and clowns with smile. When I jump from town to town, in meinem Bauch sitzt eine dicke Hure und sie trinkt mein blaues Blut. Wir spielen zwar keine Banditen, Blockflöte unter meinem Hut. Von der ersten CD, Slipping a Statue, it's what called People, People. Dus elke editie was een feest. Ik spreek ook uit ervaring. Het was altijd fantastisch om op die avonden te zijn. Heel bijzonder. Maar er zijn ook in die maand
meerdere locaties als alleen Agnietenhof. Vertel daar eens wat over. Ja, we hebben al die jaren ook diverse horecagelegenheden gevonden die ook graag mee wilden doen met Jazz Steel. Waardoor het echt een festival werd. Dus we hebben een aantal kroegen die meedoen. We hebben de Buurvrouw. Dat is toevallig het enige restaurant die dan meedoet. We hebben het nieuwe podium Zinder. Zinder zit nu in het cultuurgebouw, wat pas geopend is. En 25 november is daar ook Jazz Mathes. Dat is dan iets moderner jazz voor wat jongeren, zeg maar. Leuk, ja. Ja, we hebben zoals altijd ook weer onze carillonspeler van de Sint Maartenskerk bereid gevonden om op zaterdag 4 november een uur lang jazzstandards te spelen. Een hele bijzondere locatie. Ja, dat, ik vind dat altijd echt heel erg leuk. Ja. Nou, we hebben weer ons huiskamerconcert in de Kerkstraat. En ja, zo hebben we wel weer hopelijk een voor ieder wat wils programma kunnen samenstellen in allerlei kroegen. En de kroegen zijn natuurlijk gratis entree. Dat is ook wel fijn als je niet te veel geld kan of wil uitgeven. Dan kan je ook nog gewoon genieten van live muziek zonder dat je daar entree voor hoeft te betalen. Ja, dus een prachtige maand vol jazz. Ja. Maar jij doet dat niet alleen, hè? Gelukkig. Nee, gelukkig niet. Gelukkig heb je heel veel mensen om je heen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, wij hadden natuurlijk al een bestuur met 5 mensen. We zijn nu met z'n vieren. En ja, we hebben nu gewoon met z'n allen de schouders eronder gezet en flink ons best gedaan om alles weer op de rit te zetten. We hebben EB personeelsdiensten weer als hoofdsponsor gevonden om het voor ons te sponsoren, waar we heel blij mee zijn. Ja. En het is persoonlijk vind ik het wel erg moeilijk, maar ik vind het wel heel fijn dat ik die mensen om me heen heb en dat ik gewoon dat we dit door kunnen zetten, omdat gewoon Pieter zijn kindje ook een beetje was. En dat we gewoon hiermee doorgaan, omdat heel veel mensen er ook wel plezier mee doen en die graag komen. Dus, een groot plezier, denk ik, dat je heel veel mensen mee doet. Ja, heel veel mensen heel groot plezier. Dus dat is heel positief. Ja. En in nagedachtenis van Pieter, kan het niet anders dan een feest worden. En dat moet natuurlijk bovenaan staan. Ja, nou, we dragen deze editie ook op aan hem. Dus vooral de nacht van Jazz Steel. We hebben Boogie Boy, de Belgische entertainer, die hebben we een paar jaar geleden ook gehad. Die komt dit jaar ook weer en die heeft gezegd van nou, ik neem allemaal muzikale vrienden mee en we gaan een eerbetoon aan Pieter doen. Dus er wordt gewoon nu opgedragen aan hem en daarom moet het nog groter succes worden. Dat heeft hij gewoon verdiend. Dat gaat absoluut gebeuren. Ja. Ik heb er helemaal vertrouwen in. En, ik ook. Het wordt een prachtige jazzmaand en vooral het laatste weekend natuurlijk heel bijzonder. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen. En het kan niet anders dan dat het een groot feest wordt. Tiel aan tafel. We zitten hier met Tiel aan tafel op een prachtige nieuwe locatie. Bij Erik Hobé van Erik en Haar. Hallo Astrid. Welkom. Dank je. Voor jou ook de 10 vragen. Oh god. Nou, brand los. Voor jou, Tiel of Veenendaal? Tiel natuurlijk. Politiek, ja of nee? Noodzakelijk iets. Armin van Buuren of George Michael? Ja, toen ik jong was natuurlijk George Michael. Maar nee, tegenwoordig toch wel Armin. Ja. Je lijkt een beetje op George Michael, toch? Dat is vaker gezegd. De Hennepen of Passewaaij? Passewaaij, toch wel. Ja. Ik heb vroeger altijd gezegd, nou, ik wil in Passewaaij wonen. Maar ben ik toch voor teruggekomen. Ik woon er heerlijk, moet ik zeggen. Ja. Mooi. Stadstoezicht of politie? Politie. Ja, stadstoezicht heb ik niet zoveel mee, moet ik eerlijk zeggen. Daar geeft mij gewoon maar Otto of Ron de agenten. Vaste agenten in de stad. Rutte of Krol? Rutte dan, ja. Mm-hmm. Heeft met leeftijd te maken. Ja, Krol heb ik wel een keer meegemaakt natuurlijk toen de Roze Zaterdag in Tiel was. Dat heb ik een keer meegemaakt. Aardige man voor de rest. Maar politiek gebied dan toch Rutte, ja. Groenmarkt of het plein? Ja, Groenmarkt natuurlijk. Nu wel, hè? Ja, nu wel. Kijk, het plein zijn we begonnen. We zijn daar met de chocolaterie zijn we begonnen. Vlaaien in 1999 erbij gekomen. 2001 zijn we naar de Varkensmarkt verhuisd. Nou ja, daar hebben we het heel leuk naar ons zin gehad. Maar na 15 jaar daar gedraaid hebben, hadden we het ook wel gezien op een gegeven moment. Ja, en nu deze nieuwe uitdaging hier op de markt. Het oude pand van de Blank. Ja, we zitten hier gezellig met mooie broodjes. Ja, we hebben voor jullie wat gemaakt, wat bruschetta's hebben we gemaakt. Dus heerlijk. Hoop dat jullie er lekker van kunnen genieten. Ja, mooi. We hebben nog een paar vragen te gaan.
Waalkade of de parkeergarage? Parkeergarage. Voor ons, ja, even uit economisch gezien. Hè. Voor ons is dat natuurlijk beter, omdat we op deze locatie zitten aan de Damstraat. Dus de routing loopt wel via de Damstraat naar de markt. Maar ik kan heel goed voorstellen voor mijn collega-ondernemers op het plein dat er veel weerstand tegen is, tot nu de Waalkade afgesloten is. En ik vind het eigenlijk ook niet zo'n goed idee dat dat op deze manier is gebeurd, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Want de parkeerplaatsen hebben we toch nog hard genoeg nodig, ook met de parkeergarage erbij. Ja, dus ja. Betekent dat nog steeds druk is in Tiel? Ja, ik denk dat toch wel aantrekt allemaal. Hè? Als we toch de activiteit hebben gezien, zoals gisteren dan weer, Tiel pakt uit. Ja, perfect. Mooi. Ja, ondanks het weer. Oké, dan voor jou het mooiste plekje van Tiel. En waarom, wil ik heel graag horen. Dat is mijn vrouw natuurlijk. Waar je samen deze mooie zaak mee hebt. Ja. Het mooiste plekje van Tiel. Ja, ik denk toch mijn ouderlijk huis. Hmm. Ja. En waar staat dat? In de Bouwenstraat. Ja, mm-hmm. Daar kom ik nog steeds heel graag. Daar ligt ook mijn jeugd. Dus, ja. Een oude plek in Tiel, ja, wat oudere ja, wijk. Ja, ja. Waar ik heel veel herinneringen heb. Ja. Mooi, ja. Mooi. Nou, dan wil ik nog heel graag jou vragen of je nog op een van de vragen een minuutje toelichting zou willen geven. Maar het mag ook over je mooie nieuwe zaak zijn natuurlijk en deze prachtige locatie. Als toelichting mag geven, vanaf 1 november gaan we inderdaad starten eindelijk met de kapsalon erbij. Die gaat open. We gaan bezig met inrichten, het schilderen, het meubilair gaat erin. Dus vanaf 1 november kan iedereen terecht om geknipt en geschoren te worden. En natuurlijk om te genieten van een heerlijke lunch bij ons. Om toch de beleving te voelen hier op de Markt 10. En wij ervaren het nu, het is een prachtige sfeer. Dankjewel. Het is weer tijd voor onze kritische vinden. We gaan praten over de Waalkade en de plannen die daarvoor liggen en ja, kink in de kabel. Ja, 2 jaar lang zijn er plannen gemaakt voor een mooie nieuwe Waalkade. Tiel, de stad aan de Waal, moet het volgens mij worden. Fruitstad aan de Waal, als ik het goed begrepen heb. Mm-hmm. En Jan, wat vind je daarvan? Dat is nu dus afgeschoten door Rijkswaterstaat. Nou, ik snap dat Tiel iets verzint om gewoon naar buiten gewoon wat nieuwe dingen te proberen. Maar ik vind de plek waarop men dat bedacht heeft, vind ik toch een beetje raar. Als je nagaat dat we hebben natuurlijk een aantal keren behoorlijk hoog water gehad. Dat dan die hele Waalkade onder water staat. Dus wil je daar gewoon wat grotere dingen gaan realiseren. Ja, dan zul je de dijken bij wijze van spreken al gewoon vlak voor die Waalkade moeten gaan leggen. Om daar gewoon een nieuw land voor Tiel te maken, maar zo te zeggen. Ja. Ja, het idee is natuurlijk niet nieuw, hè? Om die Waalplaat, om daar iets mee te gaan doen. Tiel weer met gezicht naar die Waal toe. Een gebruik maken van die Waal. Ja. En goed, nu zijn die plannen even afgeschoten. Oftewel, zal op een andere manier gewerkt moeten worden. Er is wel 2 jaar aan gewerkt. Jawel, maar ik heb met de wethouder daarover gesproken, die daar verantwoordelijk voor is, want die krijgt natuurlijk meteen weer het vingertje. Mm-hmm. Er is wel degelijk overleg geweest met Rijkswaterstaat. Maar ergens onderweg is dat verhaal niet goed gegaan. Maar als je met andere mensen gesproken, waaruit blijkt dat het geven en nemen is met zo'n Rijkswaterstaat. Maar een beetje gezond verstand. Je gaat 2 jaar geleden met elkaar over praten, terwijl je weet dat het gewoon kansloos is. Dat weet je dus niet. Het is praten om het praten. Dit schiet niet op. Dit is gewoon zonde. Ga eerst gewoon vragen van wat zijn de plannen in het kader van ruimte voor de rivier. Zijn er mogelijkheden? Nou, als die er niet zijn, dan ben je uitgepraat. Klaar. Ja, het is een stroomgebied en het overstroomt. En dat is heel erg belangrijk dat Rijkswaterstaat daar volledig in gemoeid is. Nou ja, dat is... Zeg jij een arbitraire commissie wat ingesteld moet worden? Want jij bent nogal van Neder-Betuwe. Hoe zou dat aangepakt worden? Nou, kijk, in Neder-Betuwe heb je ook bepaalde overloopgebieden. We hebben dat natuurlijk ook richting Blauwe Kamer, richting Renen. Daar is ruimte voor vrijgemaakt. Rijkswaterstaat is daar gewoon heel erg mee in de weer. Kijk, in Tiel weet je gewoon dat hoge water, als er hoog water komt, dan staat het gewoon tot aan die poort. Ja. He, en als je met dat gegeven, nou dan zul je behoorlijk wat maatregelen moeten nemen om dat terrein geschikt te maken. Nou, en daar gaat niemand aan beginnen. Echt niet. Een bankje wat er neergezet wordt, dat geeft al een verandering van stroom. Ja. Strepen erin. Dus dan ben je 2 jaar bezig met niks. Kansloos. Echt. Ja. En ja, ik hoor dan van jou dat Rijkswaterstaat erin gemoeid was in het hele proces. Maar goed, dat had stap 1 moeten zijn. Wethouder en Rijkswaterstaat samen aan tafel en samen eerst de goede plannen goed doornemen. Wat is er wel en niet mogelijk? En dan worden er geen plannen gemaakt met boompjes of bankjes. Nee, dan is het gelijk goed voor Rijkswaterstaat. Het lijkt me ook een als je bij het een wat weghaalt, dan moet je bij het ander iets erbij stappen. Oftewel, je hebt wisselgeld nodig.
Ja, maar het moet wel het juiste wisselgeld zijn. In dit geval is er geen wisselgeld, want dit is gewoon dat water dat stroomt daar. Ik heb dat gezien in Neder-Betuwe, daar is een presentatie geweest over het ontwikkelen van het gebied in Ochten. Nou, en als je dan zegt, het gaat dan hier om vernieuwende ideeën. Men komt niet verder als een klompenpad. Mm-hmm. Bedrijfsleven doet niet mee. En er zijn nu al rapporten over geschreven. Daar ligt er een hartstikke mooi kleurenboekje ligt daar. Maar dit gaat gewoon niets worden. Nee. En dit is hetzelfde verhaal wat hier in Tiel ook gebeurt. De gemeente trekt een grote broek aan. Die willen weer een hartstikke mooi plan. Terwijl ze gewoon, als ze dat eerder hadden met elkaar hadden bekeken, dan weet je gewoon dat het niet gaat werken. Ja, goed. Het zijn wel aannames die je doet, waarvan precies. Ik nog zelf nog niet weet of het daadwerkelijk zo is. Oftewel, lijkt me dan verstandig dat we eens een keer met de verantwoordelijke wethouder gaan praten. Dat lijkt me ook. Dat is de eerst verantwoordelijke voor zo'n plan. En dan gewoon vragen van waarom hebben jullie hier 2 jaar over gedaan om te komen tot niets. Lijkt me een goede vraag. Ja, dat is een hele bochtje. Dat is een hele mooie vraag. Dus ik weet niet of hij komt naar het programma. Dus als hij deze uitzending ziet, dan is hij gewaarschuwd. Ja, hij kijkt. En mooie plannen zijn we natuurlijk altijd gek op. Hè? Dus dat is altijd prima. Dat is positief. Ja. Til aan tafel. Dit was weer een aflevering van Til aan tafel. Tot volgende week.